Dan heeft hij de beste papieren. Hij is van Barneveld. Om de zevende set naar ze toe te trekken. Met 4-3 voor te komen. 96. 100. Constante leg van Ogier tot nu, 100 in de eerste beurt, 100 in de tweede. 140. En 140 in de derde, dus naar 9 darts op 161. 100, Tony Lucroix, 161. In de boel eraf halen. Ah, dat niet. Dat is een zwakke score van O'Shea. 140 voor Van Barneveld zorgt dat hij op een betere finish staat dan O'Shea. 180 maakt het dan helemaal goed. O'Shea mag eerst. 118. Triple 20 moet kunnen voor dubbel 19. Maar hij trekt hem net even een beetje te ver naar onder. 58. Het is man Van Barneveld. Raymond Lacroix, 67. 27. De set is binnen. 27. De set is nog niet binnen. 20 en tos voor Ogier. Om er 1-1 van te maken in de zevende set. En dat is bij deze gebeurd. Maar al die pijn en al die moeite was om de eigen lek te houden. Van Barneveld alweer begonnen. Aan de lek die hem de set moet opleveren. En dan begint hij met een 180. Dan begint hij dus goed. Goed te zien van boven hoe de darts van Barneveld komen aanvliegen. 100. Bovenaf en een klappen ze als het ware op de dart ervoor als het allemaal goed gaat. Bij OC compleet andere stijl. Meer van onderen aankomen ze vliegen en dan is het dus voor hem het gemakkelijkste als die eerste dart een dakje vormt boven de triple 20. Goeie leg voor Van Barneveld, de 9 darts op 81. 180, 100 en 140 dus in deze leg die 140. Nog wel even onder druk komt te staan. Ogier heeft de finish. Dubbel 15 en dubbel 18. En de dubbel 18 loopt goed vandaag. En dus gaat de zevende set naar Remo van Barneveld. En is hij dus twee sets verwijderd van een halve finale plaats. En ongetwijfeld zal hij na afloop weer zeggen, ja, toch niet helemaal. En ik ben niet tevreden, want het gemiddelde kan hoger. Maar ja, die staat tegen een andere topspeler toch maar weer voor. En wederom wordt aangetoond of wanneer Van Barneveld een goed gemiddelde gooit in een set. Hij die set ook gewoon pakt. De laatste set gaat voor Van Barneveld in een gemiddelde van 107. En dus blijft hij binnen. 100. Weer boven. Vandaar de ontevreden uitdrukking op het gezicht van Van Barneveld. 82. Derde 180 voor Tony O'Shea. Hij mag straks aan de klus 121 gaan beginnen. 100. Geen finish voor Van Barneveld. Inderdaad, dat is wel van belang. Het hoeft niet voor O'Shea. Triple 15, niet. Maar laat wel dubbel 16 gewoon staan. 89. Voor de Ozo belangrijke winst van 99. De eerste leg van een set. O'Shea, dubbel 16.
En genoteerd dat ook OC in deze 8e set op een 1-0 voorsprong komt. Het scoren wordt beter in deze partij. De heren zitten nog altijd, ook qua gemiddelde, zeer dicht bij elkaar. Het blijft moeilijk te voorspellen wie deze partij naar zich toe gaat trekken. Dit is wel knap natuurlijk als antwoord van Barneveld. Het is zijn vijfde. Met de 20 die Van Barneveld al had voor aanvang van deze partij in dit toernooi. Dus de 25ste. 135. 85. Om er 1-1 te maken in deze 8e set. Gaat hij naar dubbel 16. Ook eentje die loopt. Zou moeten lopen. In het begin van de wedstrijd was dat het geval. 19. En op een gegeven moment komt daar de klat in. En dat is nu op dubbel 16 al een tijdje het geval. Nog steeds oog in oog met dubbel 16. Aan de binnenkant dus dubbel 8. Loopt die dan beter? Voorlopig niet, maar hij heeft er één dart voor dubbel 8. Ja, die pakt hij dan wel. Nou. 1-1 in deze 8e set. Dus de drukken volop bij O'Shea. Want in deze fase kun je niks meer permitteren. Dat geldt nu dus voor OC en dus is 60 geen goed begin voor hem. In het rood de dubbels die het meest gegooid worden door Van Barneveld. Dubbel 16 staat vooraan. Daar mikt hij dus het vaakst op. En Leo, je constateerde het al prima. 3 uit 13 dus maar. En dat is zo'n beetje de zwakste dubbel die hij heeft. De bullseye waar hij 0 uit 2 en de dubbel 20 waar hij 0 uit 2 heeft, even niet meetellen. De dubbel 18, 4 uit 7 en... Ja, wat erna komt, als je hem mist, dubbel 9, 2 uit 2. En daar ligt dus in principe de kracht voor Van Barneveld in deze partij. Beide mannen houden elkaar in evenwicht. Allebei na 6 darts op 301. Zwakke beurt van O'Shea, hij mag hem niet inleveren. De Engelsman. Anders komt Van Barneveld op 5-3 een set voor. Dan mag je de volgende set beginnen. Is dit een belangrijke? Dat dacht ik wel. De 6e 180 voor Van Barneveld. En hij zet hem naar 9 darts wel op een finish. 121. Een andere bak ervoor. Want... Kijk eens even aan. O'Shea. En dan dat is prima. Van Barneveld voor een belangrijke break. Triple 20. Niet gegooid. Triple 17 en bullseye. Hij is heel belangrijk. Bullseye voor de set. 79. Ja, net zo belangrijk. Of misschien nog wel belangrijker is het voor O'Shea. Triple 10 en dubbel 16. Want hij heeft zo graag dubbel 16. Dus de 20. Eén dart voor dubbel 16. Voor de set. Hij mist de kans op 4-4. En dus is de kans nog steeds aanwezig voor 5-3. Met 42. Welke kant ga je dan op? Ja, 6-dubbel 18 hadden we net gezegd. Want daar gaat het goed. Dubbel 18. Nog één kans voor de set. 6. Ja. Tony McGuire, 32. O'Shea. Voor 4-4 in sets. En hij heeft hem. En het wordt 4-4 in sets.